veel volk hier in de Galerij Art Center Horus in Sint Maartenslatem voor de opening van een sterke tentoonstelling met drie mooie mannelijke kunstenaars: Michel Flamme, William Robroek en niemand minder dan Kamma Gurka. Ze zijn heel verschillend, maar op een of andere manier passen ze toch heel goed samen. Ja, je werkt meestal samen met vrouwelijke kunstenaars. Nu stel je drie mannen tentoon. Waarom? Heel bewust. Ik dacht van ik moet het evenwicht bewaren. Dus het is nu echt aan de mannen zijn aan zet. En geef toe met Kamma Gurka in de picture. Dat kan niet mislopen. Het zijn wel drie totaal verschillende kunstenaars. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar toch zijn er linken. Hè. Als ik denk aan Michel Flamme met de vogeltjes. Zo absurd, maar elk vogeltje gaat hij toch gaan personaliseren en daar een identiteit op plakken. En dan maak ik toch die verbinding met Kamma, die ook eigenlijk zijn figuren een identiteit geeft. Hoe absurd dat ook is, mensen herkennen het en glimlachen. Nu heb je ook een nieuwe kunstenaar bij. De nieuwste kunstenaar, dat is toch een geval apart. Ik moet zeggen, het is een jonge, sprankelende kerel. Hij is een prille veertiger, ik denk dat hij pas 40 is. William Robroek. En wat maakt hij? Pure kunst. En als je hem ziet, hij is ook puur. En ik ben zo aangenaam verrast dat hij met korte staal eigenlijk werken creëert die iedereen tot verbazings toe achteruit doet gaan. Zelf in Londen, Knokken heeft een beeld besteld van 8 meter. Dat wil toch wel wat zeggen, denk ik. Het stond in de ster geschreven dat je kunstenaar zou worden. Je hebt het met de paplepel meegekregen. Zo is het eigenlijk wel een beetje gegaan. Dus ik zag de moeder en de grootmoeder tekenen en schilderen. En ik zeg, ja, ik moet er gewoon bij zijn aan tafel. Ik ben leergierig, ik wil dat ook kunnen. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. Wat wil je vooral teweeg brengen bij de mensen? Ik wil vooral vernieuwend zijn. De mensen aanspreken van, dat hebben we nog niet gezien. Hebben de meeste van je werken een verhaal? Inderdaad. Niet van alle werken, maar van dit werk kan ik het alvast zeggen. Dus de titel van het werk is Me, Myself and I. En zoals je kan zien, heb je het hoofd. En in het hoofd zit nog een hoofd. Maar die staat in de andere richting. Het gaat dan eigenlijk over de dubbele persoonlijkheid. Dus de mens die in discussie ligt met zichzelf. Kamma, er loopt een overzichtstentoonstelling in Deinze. Hier zijn er recentere werken te bewonderen. Dat zijn de werken die ik het laatste jaar en het jaar ervoor gemaakt heb eigenlijk. Dat is zo'n kraam die openstaat. En dat is ook omdat ik elke dag dat doe, dat dat blijft stromen. Schilderen, tekenen, schrijven, optreden, tv maken, radio maken, interviews geven. Dat is allemaal een... Dat bevrucht elkaar. Ik zie ook niet direct het verschil tussen spreken en schilderen bijvoorbeeld. Of tekenen en schrijven. Of, je vindt dat je schilderijen spreken ook op zich. Ja, en een beeld is ook, dat is ook eigenlijk een woord. Hè. Het woord schilderij of het woord... wat is dat woord voor dat? Weet ik nog niet. Dat, een penis? Een penis, dus ja. Op. Ja, nee, de piemel kan ook. Piemel, ja. Dat is trouwens een schilderij dat eigenlijk upside down heet. Hè. Dus je zou het eigenlijk ook ondersteboven kunnen hangen, in principe. Michel Flamme en vogels, wat hebben ze met elkaar gemeen? Ah, een goede vraag. Moeilijke vraag ook. Eigenlijk, noem het een vogel. Het is eigenlijk, het heeft niet veel vleugels. Het is met moeite een vogel. Maar het is vooral zeer eenvoudig. Als gegeven. En ondanks die eenvoud laat het mij toch toe van een bijna eindeloos gamma aan mogelijkheden te exploreren, te onderzoeken. In grootte, in kleur, in vorm, in houding. Het kader is door mij bepaald, de vogeltjes zijn door mij bepaald, maar ze leiden hun eigen leven. Het is best mogelijk om ze... Ah ja, je mag ermee spelen. Je mag eigenlijk daarmee spelen, ja. Het zijn precies allemaal taferelen. Het zijn allemaal taferelen. En de kijker mag daarin ingrijpen. De toeschouwer heeft het recht om daar zijn eigen ding mee te gaan doen. Ik heb de grammatica bepaald. De toeschouwer zal er zijn eigen tekst in steken.
Ninia, als de mensen willen komen kijken, tot hoe lang kunnen ze deze expositie komen bewonderen? Deze expositie loopt toch een volledige maand, dus laten we zeggen toch zeker tot eind oktober. En ik zou zeggen, iedereen is uiteraard van harte welkom.